Suriname voldoet voor 100% aan de gestelde voorwaarden waaraan een Turtle Excluder Device, TED, moet voldoen. Dit is het resultaat van de jaarlijkse inspectie op de TED, die gisteren heeft plaatsgehad bij verschillende garnalenbedrijven. Dit meldt het ministerie van LVV in een persbericht. De inspectie is gedaan door deskundigen van de National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, waar Suriname sinds 1998 lid van is. De NOAA is een wetenschappelijk orgaan van de Verenigde Staten van Amerika dat zich bezighoudt met zaken die betrekking hebben op oceanen en de atmosfeer. Zo ook de conservering van het beschermde diersoort, de zeeschildpad. De TED is het middel dat aan het net van de garnalentrawlers wordt geplaatst, zodat zeeschildpadden die in dezelfde wateren zwemmen kunnen ontsnappen. Omdat er vroeger veel zeeschildpadden verstrikt raakten in de netten, heeft de NOAA de Turtle Excluder Device ontwikkeld. Het gebruik van TED is een wettelijke verplichting die op de visvergunningsvoorwaarden staat vermeld. Suriname is het kleinste land in Zuid-Amerika dat 100% heeft gehaald. Dit resultaat is te danken aan de goede samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en de stakeholders uit de visserijsector.